Goed. Fase 3, schouderrevalidatie. We gaan iets verder in de krachtoefeningen. Gewoon een flesje water. Begin met een half literje. Als je vindt dat het te veel is, dan laat er zelfs wat water uit. Dan het nog makkelijker is. Je gaat eerst op je zij liggen. Dus in dit geval in een rechte schouder met aangedane schouder. Schoen zien dat je knieën goed buigen, dat je stabiel ligt. Elleboog in je zij. 90 graden in je elleboog. En je gaat zo met dat flesje traag naar boven en traag naar beneden. Goed zien dat je niet daar gaat doen. Elleboog goed in je zij halen. Dus dat is oefening 1. Dan arm voor je uitstrekken. En met gestrekte arm wil je ongeveer dezelfde beweging maken. Dus traag naar boven. Traag naar beneden. Niet naar daar, probeer echt mooi richting het plafond te bewegen. Dan de derde oefening, uitgaande van de rechterschouder altijd. Je gaat liggen op je aangedane zijde, elleboog zo dicht mogelijk tegen je lichaam. En je gaat een omgekeerde beweging maken, dus je gaat naar je lichaam toe draaien. Dus traag naar boven en traag naar beneden. Dan. Voor deze oefening, het topje van de waterfles los doen. Je kunt het zeker niet fout doen. Dus je plakt een flesje vast. En dan mocht je schuin voor je uit gaan gooien en zien dat je niet morst. Traag laten zakken. Dus je mag vrij snel naar boven, langs je lichaam naar boven. Schuin voor je uitsteken. Traag laten zakken. Dus langs je lichaam naar boven. Schuin voor je uitsteken en traag laten zakken. Nog één keer, langs je lichaam naar boven. Schuin voor je uitsteken en traag laten zakken. En dan de laatste oefening. Pak thuis gewoon een bezemsteel. En dan mocht je langs je lichaam, bij je benen beginnen met gestrekte armen. Naar boven, zo ver als je kunt. Links en rechts beweging. En af en toe komen we maar terug, naar boven, links.